En we zijn weer terug bij de online versie van de Open Dag van Fontys Hogeschool ICT. We zijn inmiddels op de bank beland, Chris. Ja, lekker. Want steeds als een tafel, dat is op een gegeven moment wordt het ook een beetje hangen en zo, hè? Ja, we gaan nu wat losser. We gaan nu even wat losser. Onderwerpen zijn anders, we hebben die profielen gehad. Moet die nog herhalen? Nee, hè? Nee, nee, daar gaan we, komen we al een keer op terug. Business, denk ik. Business. Technology, media, infra. Ja, we hebben ze weer gehad. Oké, goed. Kunnen we naar het volgende onderwerp? Een mooie basis. Naast al die profielen kun je ook op verschillende manieren leren in onze opleiding. En daar moeten we het even over hebben. De zogenaamde leervormen. Ja. Je hebt ze al hier achter geprojecteerd. Maar ja, wat zegt dat nou eigenlijk dan? Ja, het is eigenlijk het is hetzelfde principe als die profielen. Hè. Het is een goede structuur, die profielen. Maar je wil ook inhoud geven aan dat profiel. Nou, en dan, elk mens is natuurlijk anders. Maar je kan natuurlijk niet voor elk mens een hele studie oprichten. Maar we hebben het wel onderverdeeld in drie klassieke leervormen. We hebben een hele traditionele vorm. Dat is course-based. Hè. Dat betekent dat lijkt in het begin op je mbo, je havo, je vwo. Je krijgt die lessen. Je krijgt echt lessen. Je krijgt lessen. Je weet precies waar je naartoe gaat. Ja? En je moet er hard voor werken. Dus dat betekent dat je gewoon eens een maandagmorgen om 9 uur heb je tot 10 uur dit. Ja. Nou, je krijgt ook tentamens. Ah. Wat je ook hebt en waar je hier bij de voltijd mee kan starten, waar we starten in het startsemester, is demand-based. Dat betekent, oké, we gaan ergens naartoe. Ja. Noem het, we gaan naar Rome. Ja. En je mag zelf bepalen hoe je daar naartoe gaat. Dus dat betekent, ik heb zin om daar via München naartoe te gaan. Maar het kan ook, ga eerst naar Frankrijk en dan naar Rome. Maar die demand-based betekent ook, die leeruitkomsten, hadden we het al even over gehad. Die zijn er. Hè? Ja, je moet een bruikbare applicatie maken voor het ziekenhuis. Dat is gegeven. Maar hoe je dat voor elkaar gaat boksen, dat mag je zelf invullen. En dat doe je met zo'n coach. Net als Peter, supergaaf, die zegt, maar probeer eens dit, probeer eens dat. En dan heb je ook nog een, dat heet dan open leren. Dat open leren is vanaf je propperduizen. Oké, dus heb je het eerste jaar heb je dan gehad? Heb je het eerste jaar gehad. En het open leren is volledig zelfstandig op zoek gaan naar problemen. Maar wel binnen een bedrijf. Dus je hebt het enige gegeven is daar, er is een challenge, er is een bedrijf. En je gaat op een eigen manier leren. Dus dat betekent ook, het kan zo zijn dat je soms misschien in de avonduren dingen doet omdat je dat heel erg gaaf vindt. Het zou kunnen zijn en zeggen, ik wil echt iets doen met de zorg. Ja. Ik wil echt een nieuwe programmeertaal leren. Je hebt rust, dat is een nieuwe programmeertaal. Ja. Dan kan je bij open leren daar terecht. Nou, we hebben er ook een mooi schemaatje van gemaakt. Dat zullen we hier even achter zetten. Zo van dat course-based, hè, wat voor eigenschappen heb je dan nodig? Nou, je hoeft je zelfsturing. Dat kan, hè, dat hoeft niet zo hoog te zijn. Je kan leunen op de kennis van de docent. Inhoudelijke keuzevrijheid is ook niet zo groot, want de opdrachten liggen vast. Keuze en aanpak is ook wat laag. Dat betekent, oké, dit zijn de lessen. Ja. En je moet of voor media bijvoorbeeld een logo maken, mediacampagne en uiteindelijk het omzetten naar HTML. En die drie stappen zijn al voorgedefinieerd, die doe je gewoon. Ja. En uiteindelijk is het ook voorspelbaar dan. En dat betekent, dan heb je nog, stel dat je zegt, ik wil een voorspelbare studie, dan is course-based, ook bij elk profiel, van software tot aan technology, kan je volgen. Het is in het Engels. Dat wel, het is wel in het Engels. Waarom is deze course-based bij ons Fontys ICT een grote groep? We hebben veel buitenlandse studenten. Ja. Dus wil je buitenlandse vrienden maken, wil je wat gestructureerder aan de slag, dan is de course-based leervorm een supermooie vorm. En belangrijk, hij wordt ook alleen in Eindhoven uitgevoerd. Als je voor Tilburg zou kiezen, zou je hem niet kunnen doen. De andere, dat is eigenlijk waar je begint zo in het startsemester, dat heet demand-based. Dat is vraaggestuurd. Er is een vraag en dan ga je dan oplossen. Dat betekent dat de zelfsturing is wat hoger, dus je moet naar die docent toe van, hey, ik snap iets niet, wat moet ik precies allemaal doen? Moet HTML in de website? Ja, zeg ik dan. Handig. Ja. Zal ik even uitleggen hoe? Dus dat, ik vind het ook leuk, altijd demand-based, kleine mini-collegetjes, superleuk om te geven. De inhoudelijke keuzevrijheid is gewoon gemiddeld, want je weet waar je naartoe gaat. Je weet, ik moet een bruikbare applicatie maken voor het ziekenhuis. De keuze in de aanpak is vrij. Dus het kan zijn dat je zegt, ik heb nou een website gevonden, die legt het supergoed uit. En dan kun je gewoon... Ik ben fan van Daniel Schiffman. Die legt alles uit via YouTube-filmpjes. Ja. Die is elke dag enthousiast. Dan komt het dat hij gewoon op YouTube zit. Ja. Voorspelbaarheid is dan net iets over het gemiddelde. Nou, dat zijn eigenlijk de twee hoofdvormen in het eerste jaar.
Tweede jaar, dat open leren, ben ik ook coach van. Jij ook, ja, hè? Zeker. Wij zijn daar coach van een groep die maken voor een garageplatform in Ecuador. Die proberen daar een app voor te maken en een mooie applicatie. Superleuk om te zien dat ze die zelfsturing heel hoog hebben. Ja, bel maar eens met Ecuador, zeggen we dan. Precies. Zeggen ze, ja, maar hoe moet dat dan? Ja, zij willen dat ook heel graag, want zij zijn daar maatschappelijk betrokken bij. Die inhoudelijke keuzevrijheid is ook zeer hoog. Hè? Je moet zelf uitzoeken welke programmeertaal je gaat toepassen, waar je het gaat leren. Het lijkt eigenlijk, hè, wat je dit schemaatje zo ziet, lijkt heel erg op een stageopdracht. Dus hoe meer kennis je hebt, hoe meer vrijheid je verlangt. Dat zie ik bij veel studenten terugkomen. En zeker in stage, daar moet je alles zelf kunnen. Ja. Nou ja, wat wij ook zeggen, bij het afstuderen is het helemaal onvoorspelbaar. Nou, bij open leren lijkt heel erg op een echte, ouderwetse stageopdracht. Ja, je gaat aan de slag. Een stage doe je wel in de opleiding. Ja. Welke je ook kiest, toch? Hè? Welke van deze leervormen? Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee. Dus als je gaat kijken van de course-based heeft stages. Hè, en die zullen ook dan, daar zul je ook je zelfstandigheid moeten aantonen. Niet alleen kiezen in profiel, je kan niet alleen kiezen in leervorm, maar je kan natuurlijk ook kiezen in specialisaties. Ja. Dus die flexibiliteit, hè, dat zal je op de site lezen, is dermate hoog. Ja. En die specialisaties hadden we net al even over, hè. Dat gaat dan eigenlijk in je vierde semester, toch? Zeg ik dat goed? Ja, het zit in je vierde semester. Vierde semester ga je dus eigenlijk uit je profiel en ga je dus een specialisatie kiezen. Ja. En jij noemde er al een paar. Ze hebben bijvoorbeeld een game design. Cybersecurity heel belangrijk. Ja. Zijn er best veel. We zullen ze allemaal even afgaan. Ja, of is dat heel... hebben we nog tijd? Ja. Ja, ik denk het wel. Want kijk, die specialisaties zijn ook bedoeld door het feit dat die samenleving verandert als een dolle. Artificial intelligence. Dat hadden we 5 jaar geleden nooit van gehoord. Nee. Eigenlijk van de techniek wel, maar nu is dat gewoon een complete studie geworden waarbij je probeert dingen te voorspellen. Ja. Dus ik wil voorspellen hoeveel mensen er naar deze uitzending kijken. Daar heb je AI voor nodig, want dan zouden we vorige week dinsdag kunnen voorspellen. Ah, het is waarschijnlijk super interessante gastsprekers en het is heel mooi weer, dus nou, zoiets is dat. Creative technology, dat is ook een nieuwe specialisatie. Dat is een nieuwe, ja. Waarbij je probeert op een creatieve manier technologie in te zetten voor bijvoorbeeld het museum. Of je probeert interactieve tafel te maken voor de mensen thuis. Maar je had Anouk net verteld aan tafel, hè, over die walvis die dan... Ja. Nou, cybersecurity hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja. Dat is een afgeleide van infra. Education, stel je wil iets doen... opleidingen en ICT. Dat kan. Dus een serious game maken om iets te leren. Hè, dat, kan je dan in de specialisatie education kwijt. Nou, zo zijn er een aantal. Game design spreekt voor zich. Smart industry. Die hebben we ook gehoord met de vorige. Ja, met Peter was dat. Hè? Ja. Met Rolf die bij Peter zat. Die gaat dat ook, doen. Schijnt alles erg breed. Maar wel heel erg breed. Ja. Misschien een leuke om te benoemen is de academische voorbereiding. Ja. Stel dat jij een universitaire diploma wil halen. Ja. Dan heb je altijd pre-masters na je hbo. Die mag je gewoon in je specialisatie in semester 4 starten. Ja. Dat heeft te maken met, dan krijg je calculus, je krijgt academisch schrijven. Dat zijn allemaal wel, het is ook wel een beetje meer course-based-achtige specialisatie. Maar je kan je voorbereiden... Ja, op dat academische jaar. Hebben we er nog een paar staan? Smart mobile. Smart mobile. Ja. Smart mobile, een specialisatie. We kunnen bijna niet meer zonder al die mobieltjes. Nee, daarom. En dat ontwikkelt zich ook steeds verder, hè, wat je daarmee kunt. Dus ik zou, hè, het advies is ook, kijk op de website naar vooral de profielen. Kijk naar de lab, kijk naar de leervormen. Heel veel filmpjes te vinden. En Google eens even op specialisaties. Ja. Want ook van deze specialisaties is eigenlijk veel te vertellen. Nou ja, we hebben er al best veel over verteld. Ook een beetje door de avond heen al, of door de middagavond heen. Ja, het is al donker. Ja, het is alweer donker, dus dat is wel waar. Ja. Ja. Dus 3 leervormen. Ja. En een heleboel specialisaties. Ja, en welke leervorm zou bij jou vroeger hebben aangesloten? Ik denk wel open.
Ja? Denk wel open. Ik denk freedom. Wel dat, ja, nou ja, weet je, er zit natuurlijk aan open ook wel, je moet wel een bepaald soort, zet je regels iets, alleen je bepaalt zoveel al zelf. Ja. Hè, dat is denk ik hetgene wat mij er wel aan aanspreekt. Ja, dus wat bij open, kan ik je vertellen, als jij zegt, je hebt daar ook intakes, hè, dat betekent dat je even van tevoren een gesprekje hebt waar ze je uithoren, wat wil je precies leren? Ja. En dan zeggen, ja, ik wil heel graag iets doen met het maken voor een, ja, iets met de zorg. Dat en kan. Het maken en het leren maken van een app. Dat kan. Dus van tevoren weten wat je wil leren. En dan kan je met zo'n coach je eigen leertraject uitzoeken. Ja, wat grappig is, vind ik altijd bij open, dat je dan aan het einde van de rit, hè, na zo'n semester, kun je niet altijd zeggen van, nou, zoals ik begon, dat idee wat ik had, dat is het ook geworden. Nee. Het is vaak groter, beter. Iets een andere richting in, hè, op basis van de dingen die je hebt onderzocht. Dus dat is best wel, dat vind ik wel mooi aan open. Een groot kunstenaar heeft ooit gezegd, Picasso, ik begon met een idee en het werd wat anders. Ja, en dat precies. Is natuurlijk met CourseBase niet. Je begint met iets en je weet waar je eindigt. En je weet dat het een schilderij wordt van Picasso. En de man dus zit er tussenin eigenlijk een beetje. Hè? En dat tussenin blijft gewoon de man bezig. Vragen stuurt. Ja. Dus jij moet met je vragen komen van... ik zit hier op een hele gevaarlijke snelweg. Ja. Mag ik hier mijn linkerhand uitsteken? Ja, natuurlijk mag dat. Maar pas op dat het er niet afgereden wordt. Ja, zo is het. Ik denk dat ik heb mijn laptop eens uitgevallen. Ja, maar de vragen heb je zelf kan verteld. Ik niet beantwoorden. Ik zie dat we nog 2 minuten hebben. Ja, we hebben nog 2 minuten. Ze kijken heel streng ook erbij. Dus we moeten even toch wat vragen zien te produceren. Ja. Dan. Anders dan, misschien zijn er wel vragen over. Ja. Heb je wat? Zijn de specialisaties vanaf jaar 2? Ja. Ja, dat klopt. Vanaf jaar 2. En dan. Dus dan hebben ze het er al over open. Ja, nee, dan. Gewoon de specialisaties aan zich. Die zijn na jaar 2. Dus in S4. S4. Semester 4. Ja. Mag je meerdere specialisaties uitproberen? Ja, dat is een hele gave vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk, je mag alles proberen. Ja. Maar dan moet je wel naar open. Dus dan zeg je, weet je wat ik eens wil? Ik wil heel graag verschillende specialisaties uitproberen. Ik wil een kunstobject maken met iets van hardware erin. Iets van hardware, iets van infra. Of ik wil leren een mobiele applicatie te maken en een kunstwerk tegelijk. Ja. Dus mag je meerdere specialisaties uitproberen? Van mij wel. En anders duurt het gewoon een semestertje gewoon over. Ja. Maakt er het uit. Dan weet je het zeker. Ja. Al die jonge lui die nou zitten te kijken, die worden 130, hè? Ja, dat is ook zo. Dus dan kun je beter nog best een halfjaartje langer bij ons blijven, toch? Ik heb ook langer gedaan op mijn studie. Veel van geleerd. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, veel leren in wat voor vorm en in wat voor inhoud. Ja. En als je die vorm nog niet helemaal weet, dan gaan we je daar natuurlijk bij helpen. Hè? Dat is ook wel zo. Nou, ik zie nog bolletjes voorbij komen dat er misschien nog een vraag aankomt. Oh, dat is wel spannend. Iemand is nu live aan het typen. Ja, dat is wel dus, mooi, hè, van zo'n stream. Ik wacht hem af. Ja, wat zou dat voor vraag zijn? Zou dat een geheime vraag zijn? Van, goh, wat eet je? Wat eet je? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik heb nog niet gegeten eigenlijk. Nee, dat komt zo meteen wel. Vind ik toch. Zijn de bolletjes nog steeds bezig of niet? Nee, de bolletjes zijn gestopt. Nou, dus ze trekken de keutel in. Daar stoppen wij er ook mee. Dan tot zover was het dan iets over leervormen. We hebben weer even pauze en we gaan zo meteen gaan we verder. Dan moet ik even mijn kaartje kijken. Oh ja, we gaan het hebben over Student Plus. Dus graag tot zo meteen.